En welkom terug in de digitale mediafabriek bij de Hextreme Team. Vandaag hebben we als gastspreker Hero Brinkman, winnaar van de Burgerprijs 2011, lid van de Tweede Kamer voor de PVV sinds 2006 en tevens lid van de Provinciale Staten voor de provincie Noord-Holland. Hero, van harte welkom. Dankjewel. Je bent lang politieagent geweest in Amsterdam. Mis je zoiets niet? Het gevoel met de straat, hoe pak je dat nog op vanuit de blauwe stoelen? Nee, ik mis het regelmatig. Het werk mis ik. Het is toch een spannend beroep. Je gaat met veel mensen om en je maakt veel verschillende dingen mee. Ik mis ook mijn collega's. Daar heb ik wel heel veel vrienden aan overgehouden. Ik ben daar meer aan gehecht dan aan het werk zelf. Ik moet ook zeggen, politicus zijn en politieagent zijn, dat kan soms ook hand in hand gaan. Want ook als politicus onderzoek je allerlei zaken en probeer je dieper tot de ware kern door te dringen. En dat probeer je als politieagent natuurlijk ook. Ik kan me ook voorstellen dat je daar soms in vlucht tussen aanhalingstekens, dat je het gewoon leuk vindt om veel met politie te doen. Dat zijn toch de oude maten van beleer. Nou, dat klopt. Je hebt, ik doe de hele portefeuille politie binnen. Je gaat op werkbezoek naar diverse korpsen. Je gaat je verdiepen in het beleid. Je komt met hele goede ideeën omdat je die zelf in de praktijk hebt meegemaakt. Dus je hebt het nog eens een keer voor het feit dat al die misstanden die je in het verleden hebt meegemaakt, dat je die nu met beleid helemaal van bovenaf kunt proberen recht te trekken. Dus dat is heel erg mooi. Ja, absoluut. Politiek en vooral de oplossingen zijn soms wat traag, hè? Stroperig. Kun je al successen melden die waar je eigenlijk mee in 2006 mee begonnen bent, die je daadwerkelijk hebt kunnen verzilveren voor de politie, om een voorbeeld te noemen? Nou ja, er zijn wel een aantal dingen nu gaande. Kijk, in de oppositieperiode heb ik weinig kunnen doen voor de politie. Waarom? Omdat de politie een onderwerp was wat eigenlijk helemaal dichtgetimmerd zat in de coalitie toenertijd, ja. Met het CDA, de PvdA en de ChristenUnie. Daar kon ik weinig mee doen. En nu zitten we aan de andere kant van het politieke spectrum, zeg maar, wat macht betreft. En nou gaat het ook gewoon echt heel erg snel. De nationale politie, toevallig deze week de wet er doorheen gekregen. Ik ben bezig met bewapening van politie. Dat gaat echt daar gaan echt zaken in veranderen. Iets wat ik altijd heel erg verschrikkelijk heb gevonden. De korte wapenstok en aan de andere kant de pepperspray. Dat zijn wapentuigen, dat werkt gewoon niet. Dus we gaan nu echt denken over andere wapens. Waar moet ik dan aan denken? Nou, ik ben een groot voorstander van om de politie uit te rusten met tasers, noemen ze dat. Dat zijn een soort zaken waar je een elektrische schok door krijgt, waardoor je even verlamd bent en mensen dus onder controle kunt brengen. Het enige wat je op beeld ziet altijd zijn de Amerikaanse gruweldingen, dat mensen dan overlijden omdat het te lang duurt of zo. Ja, er zijn... Dat krijg je dan weer in de publieke opinie, ja? Uiteraard. Ja, ik ben er niet bang voor. Er zijn één of twee zaken die je regelmatig op YouTube weer terug ziet komen. Maar als je het afzet tegenover het gevaar wat bijvoorbeeld pepperspray heeft voor de politieagent, 10% van mensen, 10% van burgers, zijn immuun voor pepperspray. En jij zult maar net moeten grijpen naar die pepperspray als politieagent tegenover een gozer van 2x2. En hij hoort net bij die 10% immuune personen. Dan ga je ervan uit dat je hem onder controle kunt krijgen door het spuiten met die pepperspray, maar het heeft geen werking. Dus het is levensgevaarlijk. Bij de opleidingen van politieagent, misschien heb ik dat in het buitenland gezien, ook wellicht op YouTube, wordt die pepperspray ook op jezelf uitgeprobeerd? Gaan we dat dan ook met zo'n taser doen? En heb jij dat wel eens op je lijf gehad? Ik heb pepperspray wel eens zelf uitgeprobeerd, ja. Dat hoorde bij de opleiding ook in Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat ik voor de lol mezelf ga beschieten met een tasergun. Nee, dat hoop ik toch dat we een andere proefkonijnen voor hebben. Oké, maar een tasergun gebruik je niet zomaar, net zoals je niet zomaar waarschuwingsschoten los en dat soort zaken. Gedoogcoalitie betekent, en dat weet niet iedereen die nu naar de film kijkt, denk ik, dat je niet ministers leeft, maar wel gedoogt. Wat zijn op dit moment voor jou de interessante punten, eind 2011, 2012, waar je nog een battle over moet voeren met elkaar? Nou ja, wat er natuurlijk aan zit te komen, en dat is niet zozeer op mijn portefeuille, maar wat er natuurlijk aan zit te komen, dat is het hele financiële plaatje. Europa. Europa gaat een heel groot item worden. Daar komen weer nieuwe bezuinigingen om de hoek kijken. Wij hebben meegetekend voor die 18 miljard bezuinigingen. Dat heeft ons ontzettend veel pijn gedaan, maar we hebben die pijn zoveel mogelijk in het gedoogakkoord geprobeerd weg te masseren. We hebben daarin goede keuzes gemaakt, vind ik zelf. Onder hoe je het went of keert, we kwamen niet uit onder die bezuiniging. Dat moest ook gewoon gebeuren. Dus wat dat betreft denk ik dat we goed bezig zijn. Maar als je weer opnieuw moet bezuinigen,
dan is natuurlijk de vraag, waar ga je dan op bezuinigen? Ga je bezuinigen op de zorg? Ga je bezuinigen op ouderenzorg? Ga je bezuinigen op Europa? Ga je bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Dat zijn allemaal vragen die je dan in de coalitie moet bespreken. En het regeerakkoord of het coalitieakkoord van Rutte-Verhagen 1, zoals het dan officieel heet. En daar stonden die dingen natuurlijk niet in. Als op het moment dat we deze uitzending opnemen, zitten we net naar Sint-Nicolaas. Het nieuws is recentelijk ook dat het schijnt dat je het verdrag niet hoeft te wijzigen, omdat het ergens in het protocol staat dat het kan. En dat we dus dingen kunnen gaan afregelen, waardoor we niks aan de burgers hoeven te vragen. De Partij voor de Vrijheid, waar je Kamerlid van bent, die hebben ook aangegeven van, ja, we willen gewoon dat toch vragen aan de mensen. Krijgen de heer de wat als vraag, dat is ook altijd moeilijk, maar hoe denk je dat er vanuit de PVV mee omgegaan wordt? Kunnen we dit zomaar toe gaan staan op het moment dat er toch in het protocol een of ander zinnetje staat? Ik kan daar echt niet op vooruit lopen. Dat zul je begrijpen. Dit moet allemaal goed afgewogen worden. Dit moet ook allemaal goed besproken worden in de fractie. Je kunt er in ieder geval van op aan dat wat onze standpunten betreft, die compleet helder zijn over Europa. Daar zit geen spel tussen. Dat wat onze standpunten betreft over de keuzes die wij maken, wat betreft de zorg, wat betreft de ouderen, wat betreft Henk en Ingrid. Ja, dat we daar natuurlijk een stevig robbertje moeten gaan vechten om dat helder te krijgen straks. En daar zullen we zwaar op inzetten. Henk en Ingrid is ook zo'n mooie term, is wel des PVV's. Je doet iets voor Henk en Ingrid in de Kamer, je doet dat ook in de Staten Noord-Holland. Je bent fractievoorzitter van de PVV. Wat doe je in de Staten? Hoe anders is dat dan het opereren op het nationale toneel? Ja, het is compleet anders. Daar zitten wij in de oppositie. En ik moet ook zeggen, het is ook een compleet andere bestuurslaag. En dat merk je ook heel erg. Het is meer een bestuurslaag van, pap en nat houden. En laat het besturen maar aan ons gedeputeerden en commissaris van de Koningin over. Jullie krijgen af en toe een paar brokken en dan mag de oppositie wat leuks mee doen. En verder laat het allemaal maar aan ons over. En daar ben ik niet zo van. Want dan krijg je namelijk vervelende zaken als provincies die 76 miljoen in Landsbankje gaan investeren en vervolgens dat geld kwijt zijn. Die in Distriport 36 miljoen investeren en vervolgens particuliere partners trekken terug en het geld bij je kwijt. Je geeft een cultuur, je geeft jouw eerste ervaringen door. Ja. Gaat er ook iets goed in Noord-Holland? Tuurlijk, er gaan ook wel dingen goed. Men is een discussie gestart over kerntaken. Dat is goed, maar dat is nog lang niet voldoende. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo positief over de provincie. Ik kan er steeds minder positief over zijn. Ik heb sterk de indruk dat de provincie is eigenlijk een laag die leeft van het geven van subsidies. Die probeert haar beleid te volbrengen door subsidieverstrekking. Bestaat uit 80% van haar taken, zeg maar. En je ziet gewoon dat van die subsidies er nooit afgevraagd wordt, wat verwachten we ervan? Wat kunnen we concreet afspreken? Wat we van het geld? Ja, dat wordt nooit gedaan. Sterker nog, het wordt soms zelfs niet eens geëvalueerd. Dat we na een jaar gaan bekijken, u heeft een ton gekregen aan subsidie. Wat heeft u ermee gedaan? Wat zijn de resultaten geweest? Sterker nog, het is meer een automatisme geworden dat men na een herhaalde aanvraag gewoon die ton elk jaar gewoon krijgt. Maar ik neem aan dat je een aantal handen op de buik krijgt om dat in ieder geval met z'n allen toch te gaan meten, zodat we weten hoe het zit. Ja, dat klopt. Wij zitten daar heel erg strak in. En wij hebben nu ook eindelijk een toezegging gekregen van de gedeputeerden dat daar een complete lijst gaat komen van verstrekte subsidies. En dat we ook inderdaad gaan kijken naar, wat verlangen we ervoor? Hoe is het uitgegeven? En wat zijn de verwachtingen op de lange termijn? Als ik kijk naar uitdagingen bij Noord-Holland, welke statenlid van de PVV gaat het leukst krijgen als je kijkt naar de hoofdpijndossiers? Echt de uitdagingen waar goed gedebatteerd gaat worden? Kun je iemand noemen? Nou, normaal is de commissie die gaat over de infrastructuur is altijd een hot item. Mm-hmm. In dit geval is dat Danny van der Sluis, die bij ons de commissie web doet. Danny is overigens ook een van de, is een topper binnen de fractie. En Sajan detail is dat hij deze week, want Danny is in het normale leven werkzaam bij Defensie, hier in Den Haag. Ik zag een Twitter-compliment van jou. Absoluut. Hey, wat is hij geworden? Hij is vrijwilliger van het jaar geworden binnen Defensie. Binnen Defensie werken ongeveer 60.000 mensen. Ja.
En de Defensie geeft altijd een check uit van 5000 euro per jaar aan die vrijwilliger die iets exceptioneels gedaan heeft. In dit geval is dat Danny geweest. Die is vrijwilliger van het jaar geworden. En het is dan gewoonte dat die 5000 euro die wordt gegeven aan dat goede doel waar hij vrijwilliger voor is. En in dit geval doet Danny iets met derde wereldlanden. En hij organiseert wielerrondes in Haarlem. En hij doet ontzettend veel. Ja. We gaan afronden voor deze eerste deel van die Hextreme Team. Dus komen we straks bij de kijkers terug. Dankjewel. En graag tot ziens bij die Hextreme Team. Dat moet ik dan weer bij de AutoQ doen. Voor meer informatie over onze uitzending, waaronder ook audiostreams en fotostreams, kun je kijken op thehextremeteam.nl. Of we doen de afkorting www.thst.nl. Graag tot straks. Dank u wel.